Sheila Driessen is van oorsprong Limburgse, maar na 10 jaar wil ze nooit meer weg uit Brabant. Ze werkt op de afdeling sport van de gemeente Den Bosch. Daar heeft ze een grootschalig project voor jongeren opgezet, City Trainers. En vanwege dit initiatief is zij genomineerd voor de titel Brabander van het jaar. Wat kunnen jullie doen als groep om haar te helpen? Oké, alsjeblieft. Ja, want ze doet het eigenlijk hartstikke goed. Maar ik vraag me af of jullie überhaupt horen wat ze nou aan het zeggen is. Dus alsjeblieft, help jullie. Gaan we dat doen? Ja. Oké, nog een keer. Start jullie. City Trainers zijn jongeren die een sportieve bijdrage leveren aan hun wijk. Dat kan op allerlei manieren. De jongeren die de cursus City Trainer volgen, komen dan ook om verschillende redenen naar Oud-Heusen toe. Ja, ik wil graag mijn zelfvertrouwen een beetje opbouwen en dat dacht ik eventjes dat dit wel wat geschikter was voor mij. En daarom ben ik ook hierheen gekomen. Ik geef trainingen voetbal en ik wil beter worden daarin. Als je alleen iets opschrijft, dan leer je het niet. Je moet echt zeg maar, in de praktijk doen en dat leer je nu ook met deze groep. Ik wil eigenlijk wat voor mij dorp betekenen. Want je hebt hier niet veel te doen. Dus eigenlijk wil ik hier veel voor de jeugd doen. Voor veel evenementen regelen voor de jeugd. Zeg maar. Sheila zet zich al 5 jaar in voor de City Trainers. Inmiddels is het project in heel Brabant opgepikt en zelfs bekroond met een landelijke prijs. Het beste sportinitiatief 2013. Sheila doet het voor één ding. De jongeren. Als ik naar mezelf kijk, wat het met mij heeft gedaan in het project de afgelopen 5 jaar. En wat het met ons team heeft gedaan. En met de afdeling. De werkwijze hoe je hem neerzet binnen de stad. En de gelukzalige verhalen van de jongeren. En mooier kan niet. Als je ziet van de eerste les naar de 7e les. Hè, hoe ze voor de groep staan en hoe ze vervolgens de 7e les zichzelf presenteren. Ja. Dat is top. Sheila stopt haar hart en ziel in de cursus. En soms gaat dat een beetje ten koste van zichzelf. Ze is overal mee bezig en ze probeert overal ook echt een succes eruit te trekken. Soms gaat het ten koste van haar eigen tijd, waardoor ze zelf ook soms ook kort in tijd zit. Ze is nou zwanger, dus dat is ook een periode waar je vooral aan jezelf moet denken. En dan kijk ik en dan zie je toch dat ze pas over 3 weken weer vakantie neemt. Terwijl ze eigenlijk al bijna uitgekeken is. Ja, dat is op en top Sheila. Dat is gewoon... Net zo lang doorgaan tot niet meer kan. Ismaël is van de eerste lichting City Trainers. Hij nomineerde Sheila, want voor hem is ze al de Brabander van het jaar. Ze betekent heel veel voor me, maar niet alleen voor mij. Vooral echt elk City Trainer die er tot nu toe zijn, is heel belangrijk geweest. Want sommige kinderen, vooral tegenwoordig, weten ze niet wat ze moeten doen. Ze moeten snel en vroeg een keuze maken in een opleiding. En ik denk juist dat City Trainer daarbij kan helpen, want ze worden zelfverzekerder. Niet alleen op het gebied van sport, maar ook het gebied van praten, communiceren, communicatie. En zo maken ze ook meer contact met anderen. En weten ze snel wat echt iets voor hun is. En dan weten ze ook snel wat hun talenten zijn. Ze krijgen al vaak genoeg op school te horen waar ze niet goed in zijn. Maar het belangrijkste is wat wij doen, waar zijn ze wel goed in. En sport is dan het juiste middel. Jij bent namelijk genomineerd om Brabander van het jaar te worden. Sheila is de 7e kandidaat voor de titel Brabander van het jaar. Alle kandidaten tot nu toe die zijn te bekijken op omroepbrabant.nl/Brabander van het jaar. En vanaf 4 december kan er gestemd worden.